Ik heb een bespreking, de dingen aangegeven zoals we bespreken normaal gesproken altijd deden. En onderaan ben ik afgesloten met 280 dagen geleden dat we een wedstrijd hebben gespeeld. De laatste wedstrijd hier tegen Odin 59. Dat is 280 dagen, 40 weken geleden dat we een wedstrijd hebben gespeeld. Dus en aangegeven van geniet ervan. Kom weer publiek, lekker weer, geniet ervan. En wees blij dat we weer mogen voetballen. Dus lekker weer als vanouds met supporters langs de lijn en een wedstrijd. Ja, heerlijk. Dit was het tweede gedeelte van de voorbereiding. Ja, afgelopen maandag zijn we begonnen. Daarvoor hebben we drie weken vrij gehad. En daarvoor weer hebben we 3 weken getraind. Toen mochten we nog geen wedstrijden spelen. Dus hebben we puur getraind met de nieuwe groep. En deze week zijn we eigenlijk echt begonnen met de voorbereiding richting 14 augustus KNVB-beker tegen HSC. Wat ik mezelf afvraag, iedereen heeft over corona en daar denk je ook over na. Je speelt elke keer wedstrijden, je komt dicht bij elkaar in de buurt. Word je nog van tevoren getest of hoe werkt dat? Nee, we hadden van tevoren niet getest. Kijk, jongens die klachten hebben of wat dan ook, die blijven thuis en die gaan testen. Wat dat betreft houden we daar heel veel rekening mee. Hè. We zitten ook in meerdere kleedkamers, 4, 5 kleedkamers zitten we allemaal verdeeld. Ja, we proberen buiten de training en wedstrijd zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden. Ja, natuurlijk in de wedstrijden ontkom je er niet aan, of in de trainingen. Maar volgens mij zit daar het probleem ook niet. Mooi. Vandaag tegen SVZW. Voor wat het waard is, het was 1-1. Ik heb gezien dat jullie heel veel kansen kunnen creëren. Alleen vandaag gingen ze er niet in. Ja, nou, je speelt nou, wat ik net aangaf, hè, de eerste wedstrijd weer na 40 weken. Hè, dus het is logisch dat het nog niet allemaal direct van een leien dakje gaat. De stand dan daar gelaten. Maar als je iets wil zeggen, als je ergens niet tevreden over kan zijn in deze fase al, dan vind ik dat we 4, 5 goals vergeten te maken. We hebben 1 kans weggegeven de eerste helft, waar Pim goed ertussen komt in de omschakeling, wat uiteindelijk een corner wordt. En op het einde dan die goal. Voor de rest hebben we verdedigend eigenlijk niks weggegeven en creëren we zelf een hele hoop kansen. Ja, uiteindelijk wordt het 1-1. Maar wat ik net zeg, vergeet je zeker 4, 5 doelpunten te maken. Maar tevreden, mooi. Iedereen heeft gespeeld. En je zag het ook wel, het was zwaar met het weer. En een tegenstander die al 3 weken bezig is. Dit was hun 4e wedstrijd al. Wat dat betreft prima. Ja, tevreden, mooi. Ja, wat wel een smet was de blessure, of is de blessure van Jasper? Ja, nou, dan moeten we even afwachten. Moeten we deze week even kijken, of komende week even kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Zoals iedereen wel heeft gezien, dat zal de hamstring zijn. Nou ja, daar kun je nou nog niet heel veel over zeggen. Reactie even afwachten volgende week en dan gaan we kijken hoe lang dat duurt. Ja, dat is vervelend. Niet alleen voor het team, maar vooral ook voor hem. Hij heeft natuurlijk heel lang niet gespeeld, heel lang geblesseerd geweest. Dan mag het vandaag weer en dan komt er weer een tegenslag. Maar voor tegenslagen word je ook weer beter. Hè? Dus Jasper komt daar ook wel weer bovenop. Maar eerst maar eens kijken van hoe zwaar het überhaupt is. De wedstrijd had 2 gezichten. De eerste helft kon je zien dat de automatismes van de spelers die elkaar kennen en waar ze hebben met elkaar gevoetbald, dat die er nog in zaten. Ja, nou, een hoop automatismes inderdaad. Ik vond dat we de eerste helft ook heel vast aan de bal waren. Weinig balverlies. Nou, als we hem verloren hadden we hem bij Vlagen redelijk snel weer terug. Nou, we waren eigenlijk wel dominant. We creëerden een aantal goede kansen. Nou, en de tweede helft vind ik eigenlijk dat we het ook prima hebben gedaan. Natuurlijk heb je daar wat meer, of natuurlijk, je hebt daar wel wat meer balverlies. Het wordt wat onrustiger. Wat ik zeg, het weer. Het was ook zwaar. Logisch, na zo lang weer een wedstrijd spelen. Er zijn ook jongens die niet altijd met elkaar spelen en die geen automatisme hebben. Ja. Dus eens. Kan je niks verwijten, toch? Nou ja, eens. Maar bovenal tevreden over vandaag, absoluut. Nou, hartstikke fijn. Nog even het laatste. Hoe voel je het weer met het publiek erbij? Ja, mooi man. Lekker. Hè? We kwamen het veld op en de wedstrijd begon met vuurwerk en rook aan de zijkant. En mooi. Lekker. Weet je? We willen ook voetballen voor de supporters. We willen de supporters mooie wedstrijden voorschotelen. Met veel kansen, met veel doelpunten. Nou, en als ze nou alweer zijn, mooi. Lekker. Was weer als vanouds genieten in een wedstrijd op zaterdag. Nou, fijn dat het weer kan en mag. En hopen dat het zo blijft, Jurja. Ja. Nou, dan gaan we alles aan doen. Laten we het hopen met elkaar. Nou, succes met de verdere voorbereiding. Top, dankjewel.